gaan deze 9 kijkers een mega grote gevangenis bouwen. Ik ben namelijk aangehouden en zal hier dan ook vast komen te zitten. Kan ik ontsnappen uit deze gevangenis van mijn kijkers? Nu is de tijd om op dat blauwe duimpje omhoog te klikken. Want anders komen mijn kijkers jou ook aanhouden en dan zit jij straks ook in de gevangenis. Jongens, welkom. Of eigenlijk moeten jullie welkom zeggen. Jullie zijn de bewakers en ik sta hierbij als een of andere, ja, gevangenen. Zijn jullie er klaar voor om met z'n allen een gevangenis te bouwen? Ja. Ja, zeker. Ja? Ja? Gaat het een mooie gevangenis worden? Ja. Sowieso. Nee. Hey, jongens, ik wens jullie veel succes. Hebben jullie al een reden waarom ik word aangehouden? Want jullie hebben gezegd dat ik aan word gehouden natuurlijk, maar weten jullie al waarom? Ik weet namelijk nog niet echt waarom. Naaktloperij. Naaktloperij. Kaasgestolen in de kaaswinkel. Kaasgestolen in de kaaswinkel. Weet je, bedenk nog even een goede reden waarom ik in jullie gevangenis moet zitten. En dan gaan jullie nu beginnen met het bouwen van jullie prachtige cellencomplex. Yay! Yes! Team. Hey. We gooien die walnut in de cel. Yes. Zoals je net in de mooie timelapse hebt gezien, staan wij hier in een... wat is het eigenlijk? Waar ben ik? Hallo, medewerker van, volgens mij, de kaaswinkel. Dat heeft u heel goed gezien hier bij kaas. Beste kwaliteit van alles. Oké, en waarom... Ik kom hier... dat klopt trouwens, dat ik hier wilde ik heen om kaas te kopen. Lekker. Ja. Wat voor kaas heb je? Nou, ik kan hier wel even kijken. Hier zit niks in. Hier hebben wij ook niks, zeg maar. De kaas die is ook leeg. Ja, alles is leeg. En wat is dit voor kaasje dan? Oh nee, daar kom ik even heen, want hier moet je niet aan zitten. Hoezo dit niet? Dit is kaas, nou dat kan ik u vertellen. Dit is kaas van de middelste eeuwen. Oh, de middelste eeuwen, duidelijk, ja. Daarom het is gewoon heel heilig, is heel veel geld waard. En? Ja, zijn we heel zuinig op. Als ik hier dus op... ik kan hem pakken. Maar... Ja, dat doen we, dat laat wat heb je in die achterste, daarboven? Ja, dan kan ik wel even kaasje pakken. Oh, de politie komt eraan! Nee! Ik heb iets gestolen, jongens. De kaasmedewerker. We zijn bijna bij de gevangenis. Oh, we zijn onderweg. Nee! Ik had nooit het kaasje moeten stelen. Haha, je verdiende loon voor stelen. Blijkbaar, ik had het kunnen weten, de kaasmedewerker... Oh, hallo. Hallo. De kaasmedewerker in de winkel daar, die had natuurlijk een bewakersoutfit aan. Dus ik had kunnen weten dat er iets stonk daar aan het zaakje. Dit is niet waar ik om vroeg gevraagd, zegt de kantinevrouw. Hè? Ik hoor iets in de kantine. Ik hoor de kantinevrouw praten. Bewaker, er is volgens mij ruzie in de kantine. Ja, moet je niet even kijken wat er gaande is? Nee. Oké. Ik moet even koeken, zoals je me met rust kan laten. Oké, jongens, laten we even snel onderzoeken wat wij hier allemaal in mijn cel kunnen vinden. Dit is dus allemaal gebouwd net door iedereen. Ik zie nu al dat ik daar kan ik doorheen. Dat is een soort ventilatieschacht, maar daar kom ik natuurlijk niet bij. En hier is letterlijk gewoon een toilet. Oké, welke cel zit ik? Dat is cel 5. Dat daar is cel 6. Dus daar zit ik in... Dat kan ik niet lezen. Cel 4 of zo. Oh, hey, je hebt een medewerker. Hoezo rustig aan? Ik zit vast, wat wil je dat ik doe? Au. Ik kan toch letterlijk niks? Jullie hebben wapenstokken. Jullie hebben letterlijk Po als een medewerker van jullie gevangenis. Ik durf niks. Jij bent ook poep, trouwens. Goed zo, ja, duidelijk. Nu ga ik echt poepen. Ik ken Minecraft goed genoeg om te weten als ik hier zo doe. Dan gebeurt het dus helemaal niks. Oh, wacht, als ik zo ga. Oh nee, natuurlijk gebeurt er dan ook niks. Hieronder dan iets. Ah, kijk, daar is een shulkerbox. Wacht, niemand iets ziet? Kijk, de wakers zijn weg. Er is niks aan de hand hier, hoor. Let niet op mij. Ik ben gewoon aan het poepen. Zo, oké. Ik heb een ladder, die kan ik hier natuurlijk op plaatsen, dat weet ik zeker. Dus kunnen we hierheen? Oeh, snel dicht. We hebben ze gaan toe, of niet? Oh, dan ben ik in de andere zak. Oké, nu moet ik oppassen dat ze het niet doorhebben dat ik ineens in deze cel zit. Maar wat kan ik hier doen? Hoe wil ik dit doen zonder dat ze door... Oh, ze gaan weg, of niet? Kijk, nee, dit is toch onmogelijk om te doen? Ik ga het gewoon doen, wacht. Ik vermommen, wacht. Het of. Zo, nu hebben ze het niet door. Hallo? Jij bent zeker nieuw hier. Ja, ik zit vast voor niet kaas stelen, voor ham stelen in de hamwinkel. Ja, het is wat. Ja, die man hier naast zit te poepen, ik zou daar maar even kijken. Dankjewel. Oh, ik ruik het, ja. Ik ruik het. Oké, laten we even snel kijken wat we hier kunnen. Hoe kan ik hier ontsnappen? Ik zie daar letterlijk onder al een... mooie planten hier binnen. Prachtig. Mooi, hè? Ja. Ja. Maar als je met je tengeltjes er vanaf kan blijven, dan blijft hij nog heel een beetje. Ja, ik hoor alleen maar ruiken, hoor. Geen zorgen. Oh, lekker.
Oké, ik weet, hoe kan ik hier ontsnappen? Wat is hier te doen? Een deur? Daar kan ik onder, maar ik kan er ook weer niet onder. En zit je een beetje op daar? Ja! Het stinkt wel, het zit verstopt! Oeh! Wat is dit? Er gebeurt hier niet. Kan ik hieronder? Oh, hier kon ik me even verstoppen desnoods. Maar ja, boeien. Dat maakt niet uit. Ik snap niet helemaal hoe ik... Wacht, misschien... Ik kan hier niks doen. Of zit daar een knopje of zo onder verstopt? Oh, een shulkerbox of niet? Is dat een shulkerbox? Nee, dat is geen shulkerbox. Ja! Wat ben jij daar aan het doen? Nog steeds, het is de plant ruiken. Let niet op mij, hoor. Ik ben gewoon lekker even aan het ruiken. Oké, dan. Volgens mij hoorde ik gerommel hiernaast. Volgens mij wil die man iets doen. Oeh. Kijk jongens, ik heb de knop gevonden. Of niet, wat is dat? Het lijkt op een knop, maar het is geen knop. Het is helemaal geen knop. Er zit niks! Meneer, het stinkt hier een beetje. Het ruikt hier een beetje. Ik weet niet wat hij er allemaal aan het doen is, maar... Ja. Gaat het helemaal goed? Oh, wacht. Kijk, zit daar. Wat is dat? Oh, gescheurd steenbreker. Oké, dus er is ergens gescheurd steen en dat kan ik breken. Ah, daar! Ja, maar hallo! Dan moet ik het... Oh, ze gaan nu naar boven. Dit is het moment. Dit is de enige kans die ik heb. Oh. Oké, en waar kan ik dan heen? Ik wil even kijken bij die guy op de wc. Oh nee. Ik ren maar gewoon. De camera staat daar. Meneer. Oh, ik doe gewoon als een klauw ben gevallen. Ik ga in deze cel zitten. Meneer. Ik ga even snel in deze cel zitten. Verrekt, hij is weg. Hij is weg. Hij is ontsnapt. Ze hebben me door, jongens. Waar zou hij zitten? Oh nee. Deze persoon is ook weg. Wacht, ik ga snel mijn skin weer goed zetten. Hij is uitgebroken. Ik ben niet uitgebroken, ik zit hier nog vast in deze cel. Maar waar moet ik heen? Wat is dat? Wat staat daar? Douches. Oké, we gaan naar de douches, jongens. Kijk, zit er mijn kant op? Nee, snel naar de douches. Ik ga in alle cellen checken. We gaan naar de douches. Weg hier. Oké, we zijn in de douches aangekomen. Er is een knop, die ga ik gelijk inklikken. Doet niks, maar maakt niet uit, want ik stink toch niet. Want het poep was nep. Het was gewoon een nep verhaal, jongens. Ik wist niet of jullie het door hadden, maar ik moest niet echt poepen. Oh, hij deed de deur gewoon dicht. Oh, ik ben blij mee. Oké, de douches kan ik dus niks. Er is hier helemaal niks voor mij om te doen. Dit is gewoon een goede ruimte om even te staan. Maar die guards staan hier wel nog. Dat is echt heel vervelend. Waar moet ik heen? De bedoeling is natuurlijk dat ik ontsnap. De kantine was natuurlijk ruzie. Dus als ze allebei naar boven gaan, dan ga ik voor rennen. Let op, hè. Kijk, ga ik onderstoom, want ik zie ze hier lopen. Dan ga ik onderstoom. Oh mijn god, ik moet snel zijn. Ik loop met hem mee, zonder dat hij het door heeft. Ah, pas op! Waar is de kantine? Ik wil hier weg! Ik ga wat eten halen. Oh, hij gaat naar de kantine. Ik ga hem volgen. Wat een goed moment dit. Eerst ga ik nog heel veel douchen. Hoezo ga je daar douchen? Dat zijn de gevangenen doucheplekken. Oh mijn god. Oké, wacht, let op, hè. Oh, hij is in de cel. Oké, dan ga ik hier naar links. Nee, dan gaan we naar rechts. Nee, dan ga ik naar boven. We gaan naar boven. Misschien dat ik daar iets kan doen. Heb ik hierboven iets te doen? Zijn hier andere gevangenen? Ik ben de enige. Oh, wacht, hier kan ik naar beneden. Oh, nee, ik kan niet naar beneden springen. Hebben ze over nagedacht. Slim. Oké, die een is douchen. En die ander is... Oh, die is ook bij de douches, toch? Of niet? Of komt hij er alweer uit? Nee, hij is ook bij de douches. Stop, dan heb ik even de tijd. Ah, hij komt eruit. Hij is eruit. Die plant ik ook, kijk. Verdomd lekker gast. Kom. Die plant... Oh, ze hebben het over dat die plant lekker ruikt. Ze hebben ook niet eens door dat ik daar gehakt heb. Wat zijn dat voor sukkels? Ruikje. Slechte guard. Waar is de uitgang? Douches. Hier moet ik iets doen. Wat is dit? Kijk. Button is gesloopt. En ik heb er niks aan. Kom, we gaan even wat eten halen. Ja. Eten halen? Hoezo? Dacht is er niemand hier om te bewaken? Er is letterlijk iemand ontsnapt. Laten we ook die gevangenen gaan zoeken. Oh, kijk. Nou, alsof ze me hoorden. Cel 14. Hé! Hey! Dit is legit. Hier, wacht. Alleen, hoe kom ik hier op? Zo. Alleen, dit is dicht. Dus hier heb ik nog niet zo van. Dit is een ventilatieschacht. Ik ga gewoon elke cel onderzoeken. Want blijkbaar ben ik de enige gevangene. Er stelen niet zoveel mensen stelen kaas. Dus ik denk dat ik de enige gevangene ben. Of het is lunchtijd, dat iedereen weg is. Maar ik ga gewoon even goed alles inspecteren. Want bij de douches had ik niks te doen. En in alle cellen heb ik al gekeken. En daar heb ik tot nu toe nog niet iets nuttigs gevonden. Hier kom ik niet in. Deze cel wel. We gaan gewoon overal waar we naar binnen kunnen gaan gewoon even kijken. Hey, hier is een barrel. Diamond lever. Oh, die kan ik op een diamond blok plaatsen. Maar dat is hier achter volgens mij pas. Nee. Dan moet ik eerst een iron lever hebben of zo. Gok ik. Of een iron button. Iets, dat is niet eens een ding, maar het klinkt logisch in mijn oren. Oh, wat is dit? Hier heeft al iemand naar beneden gegraven. Ik moest gewoon verder de cel in kijken. Deep slate breaker. Oké, hier is deep slate. Volgens mij is dit deep slate. Als mijn Minecraft kenner zegt dat dit deep slate is. Dit was kobbel deep slate. Maar ik plaats het terug. Ik weet niet of ik hier wat aan had. We plaatsen het terug. Oké, maar er is vast wel nog meer plekken waar ik deep slate kan hakken. Dus laten we gewoon nu nog een keer elke cel even bekijken. Of ik moest in de douches moest kijken. Deze heb ik al gehad, hè? Ja, hier had ik mijn diamond lever gevonden. Oké, dan gaan we even in de douches kijken hoor. Of we deep slate kunnen breken. Want ik kon daar maar één deep slate breken en daar had ik niet zoveel aan. Dus laten we even koekeloeren of hier iets van deep slate is. Nee, helemaal niks. Hè? Ik snap het niet. Oh, daar! Daar is deep slate. Ik zie het al. Ik heb het gespot. Ik hoop dat ik dit red met de durability. Dat ik het niet verpest heb door
Volgens mij heb ik het verpest. Door die andere tak. Weet je, dan hakken we deze even met de hand, want dat is volgens mij niet de bedoeling. Dat ik die andere ook hakte daar beneden. Zo, kijk, dan komen we in deze cel aan. Hier heb ik dit nu kunnen slopen. En wat kan ik hier doen? Ik moest hier niet voor niks heen. Maar er is hier verder niet echt iets te doen of zo. Of ligt dat aan mij? Er is hier echt verder niks te doen. Ik moest hier in hakken en dan een hopper. Oh, er zit natuurlijk iets in een hopper. Ik ben echt een idioot. Een iron lever. Oké, de guards zijn nog steeds eventjes weg. Ik weet niet waar ze blijven, maar laten we zo snel mogelijk dit nu fixen. Die mag ik hier plaatsen. Diamond lever hier. Omhoog. Oh, dan gaat het stroom eraf. Omlaag. Oh, de elektriciteit is uit. De ventilatiezachten zijn geopend. Ga naar cel 14 om te ontsnappen. Cel 14 was hierboven. Ik weet het zeker. Cel 14. Ja, 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 ja. En ze zijn inderdaad geopend. Dan kan ik zo. Geen fout. Wacht even. Ook zo gewoon. Zo. Kom op. Kom op. Dit kan ik. Wees een goede Minecrafter, Max. Max, kom op. Kom op. Waarom lukt het niet? Oh, mijn god. Die sprong is niet te halen. Oh, mijn god. Oh, wacht, ik heb een idee. Wat nou als ik zo deze allemaal overhaal? Kijk, zo, zo, zo. En dan zo. Ja, kijk, wat ben ik een goede Minecrafter weer. Oké, dan gaan we via de ventilatieschachten gaan we verder proberen te ontsnappen. En ik zie Nametex daar al. Ik zie Riccio en Pampien. Zie ik daar heel druk de hele tijd al heen en weer bewegen. Oké, we komen hier bij buitenlucht aan. Ik zie daar een camera en ik zie hier... Oh, ze zijn aan het basketballen. Oh, hij dribbelt er weer uit. Ik zag het. Hij shockte me. We gingen al links, rechts, links, rechts. En hij heeft de wraak gewacht. We gaan even kijken naar de game. Kijk wat Riccio doet. Ja, die is een beetje gek aan doen met die bal. Oh, 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 oh. Hij pakt hem. Oh, hey, hij heeft geraakt. Nice, leuk. Oké, laten wij door. Oké, ik moet niet trouwens te hard praten. Straks horen ze me. Maar ze zijn gewoon echt aan het basketballen met z'n tweeën. Heel leuk om te zien. Dat mensen toch nog gewoon lol hebben in de gevangenis. Weet je, het is niet één grote gevaarlijke plek. Is het wel? Geen aanrader. Ga niet naar de gevangenis, maar. Laten we doorgaan. Ik zie hier, waarom is dat blok anders daar? Oh, dat klinkt satisfying. Oké, maar maakt niet uit. We gaan door. Dan komen hier komen. Waar komen we uit? Eén, de tweeën. Hmm. Oh, dat het zijn hun. Raar, dat die gevangenen allebei gewoon opeens weg zijn. Dit, Maar de plant hier ook wel lekker. We zijn de beste bewakers van heel de gevangenis. Hoe kunnen wij dit nou laten gebeuren? Dit. Onmogelijk. Ik sta letterlijk achter ze. Ze zijn helemaal niet goed. Hmm. Het zijn slechte bewakers. Maar ik ga lekker genieten van een stukje vlees. Ja. Ga ik ze afleiden? Wacht trouwens, ze hebben niet door dat ze... Ik heb van die skere gevangenisvoedsel. Hoe ga ik? Ik wil weg hier. Ik wil weg hier. Ik ben in de kantine blijkbaar, jongens. Laten we gewoon, zonder dat ze het doorhebben... Ja, wat ontsnap hier? Oh, ik kan naar buiten. Buitenplaats. Oké, okay, dan kan ik eventjes lucht tappen. Mag ik meedoen? Hallo. Ja, mag ik meedoen? Ik ben echt heel goed in basketbal. Nou, laat maar zien wat je kan. Oké, okay, wacht. 2 tegen 1. Is goed. Oké, okay, wacht, komt erop. Pak, 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 pak. Zak. Oh. Bijna. Ik wist ook nog. Kom dan, kom dan. Oh, je gooit over. Nee. Oh, je mist. Lekker voor je. Hier. Komt-ie, hè? Komt-ie, komt-ie, komt-ie. Zak. Zak. Die ding hangt te hoog. Het lukt niet. Hij hangt te hoog. Het is haalbaar. Hoe is het haalbaar dan? Moet je wel een hele stack armen. Mag ik ze proberen gewoon te gooien? Strafpunt erop. Gewoon al een tijdje in de gevangenis zitten en heel goed zijn. Nou, laat het zien. Oh! Kijk. Ja, oké. Okay. Ja. Ik laat jullie wel met rust. Doe jullie maar je ding verder. Okay. Gewoon, en ik ga lekker lunchen, oké? Okay? Is goed, doe dat. Eet smakelijk. Hey, de guards zijn weg. Oh, we hebben daar Luke. Hey, dat is de undercover. Uh-oh. Hij kijkt weer recht aan. Ik wacht nog heel eventjes. Waarom kijkt hij deze kant op? Weet je, doe wel, misschien heeft hij niet door dat ik de ontsnapte dinges ben. Ik ga gewoon even naar de kantinevrouw. Hallo. Oh, pst, ik heb mijn speciale medicijn nodig. Ga je die voor mij vinden en droppen? Ja, gewoon dat kan ik. Okay. Sorry? Ik heb heel veel honger. Je hebt heel veel honger? Oké. Okay, ik ga dan mijn medicijn halen. Oh, prima, ik ga je medicijn. Weet je waar ik dat kan vinden? Of? Nee, anders zou ik het toch zelf halen? Ja, ik ben een gevangen hier, hallo. Ik zit hier pas een dag, of niet eens een dag. Ik zit hier pas 10 minuten of zo. Dat is toch niet mijn probleem? Nee, ja, dit zijn jouw pillen. Is juist jouw probleem. Ik ga je pillen zoeken, komt goed. Ga kijken waar ik die kan vinden. Oké, laten we eerst even in de kantine kijken. Of ik daar misschien haar pillen kan vinden. Die zijn blijkbaar dus verloren gegaan, haar pillen. Misschien dat die... Deze plant ruikt ook wel lekker. Laten we wel oppassen voor die guards die daar staan, want dat zijn de guards... Ik ben gewoon, het is een T-Rex. Ik sta stil en hij heeft... Hoe heeft hij... Waarom gaat hij alweer eten? En waarom ziet hij mij niet? Ja, die guards weten niet dat ik... Die denken gewoon dat ik hier voor lunchtijd ben. Daar hoef ik geen zorgen over te maken. Heb je wat eten voor mij? Wat zijn dit slechte guards? Ze hebben gewoon niet door dat ik lekker achterin loop. Oké, wacht. Laten we even... Oh, hey, jongens. Hey, Ja,
Heeft iemand van jullie pillen gezien? Pillen? Ja. Ik heb er wel van gehoord. Ja, ik heb ook wel eens over pillen gehoord, maar heb je ze gezien? Ik niet. Maar ik weet wel dat de cafetaria-medewerker heel erg houdt van golden apples. Ik heb nog wel wat voor u. Golden apples? De bewaking hier is niet al te goed, hè? Of ligt het aan mij? Nee, klopt. Maar golden apples, waar had je het over? Ja. En? Waar kan ik die, weet je waar ik die kan vinden? Ja, dat weet ik niet. Ik zeg trouwens pillen, maar het is gewoon een speciaal medicijn. Ik heb zelf verzonnen dat het pillen zijn. Golden apple? Je hebt erover gehoord, maar niet gezien. Nope. Oké, dan ga ik zelf even op onderzoek. Oké? Succes. Kom maar goed. Dankjewel. Die guards die heeft blijkbaar al vergeten dat ik ontsnap ben, want hij kijkt me letterlijk in mijn ogen aan. Dus ik kan gewoon vrij rondlopen volgens mij hier. Maar laten we even kijken of wij iets over een golden apple kunnen vinden. En of we daar ook iets mee kunnen doen dan gelijk. Dus is dat niet in de cafetaria, maar ergens anders? Hoe zijn ze alweer weg? Wat zijn ze snel met eten? Wacht even. Jongens, minimaal een kwartier wachten, anders krijg je last van je mild. Eerst je eten laten zakken. Dankjewel. Even kijken hoor. Nee, ik kan niks vinden. Ik heb onder elk tafeltje voor mijn gevoel gekeken. En achter elk dingetje ook. Dus misschien dat ik... Nou, laten we daar maar niet heen gaan. Daar zijn net te veel guards. Je enige indicatie waar ik het kan vinden. Is het in de kant... Nee, ja, tuurlijk niet hè. Ik zeg toch, ik weet niet waar dat is. Okay, schiet nou eens op. Ja, ik ga het zoeken. Geen zorgen. Wacht, ik ga wel hierheen. Hallo, bewakers. Ja. Hallo. Hey, jij werkt ook in de kaaswinkel. Nou, ja, dat was maar eenmalig. Oh, was maar eenmalig. Wat kom jij hier doen? Ik wil graag even naar die andere kamer. Ik zou je eerst even moeten fouilleren voordat je hier doorheen praat, jongeman. Mag niet. Nee. Wat? Geen toegang. Zolang is de lunch dan niet voorbij? Zolang jij bij jou zien. Kom jij niet langs? Mag niet. Dus, oh mijn god, ik zie echt iemand met een... Ik ga al! Geen zorgen! Je hoeft niet de riot gear erbij te halen. Maar goed, ik blijf wel hier. Meneer de bewaker, heeft u zin in een potje basketbal? Ja, maar kijk. Ga ze basketbal ook kennen, maar... Kijk, dat ook. Het is geen eten dat ik ruik, hoor, maar... Oké, nou kom, we gaan even lekker basketbal. Oh, wacht, misschien zijn de buiten wel... Ik heb buiten helemaal niet gezocht. Misschien is hier wel het speciale medicijn. Oh, nee. Mag wat? Niet. Ik mag toch naar buiten? Ja, ons boxteertje nu. Oh, jullie speelkwartiertje. Oké, ik ga al. Dit is nu privéterrein. Ik ga al. Oké, weet je, ik ga gewoon deze guards hier. Jongens, ik ben mijn gouden speelgoedknuffeltje verloren. Hebben jullie me ergens gezien? Nee, ik heb zo uitzien dat ik weet waar je gouden knuffel speelgoed ding is. Ja, ik had een goud knuffel. Het was een, zeg maar, het leek op een appeltje, maar ik vond ruiken naar een kaasje. Ik weet niet, hebben jullie die ergens gezien? En die kaas heb jij in je broekzak toch, of niet? Nee, dat wilde ik dus doen. Ik wilde hem pakken, maar dat werd aangehouden. Ja. Maar jullie hebben niet ergens mijn gouden knuffeltje gezien? Nee. En volgens mij heb ik hem daar achter gelaten. Nee, dat is niet mogelijk. Oh ja. Nee? Oh. Als het een stinkkaarsje is, vaak blijven de gevangenen wel uit de hoeken weg, omdat het daar erg stinkt. Ik zal even kijken. Nee, oké, dankjewel voor de tip. Oké. Ik ga even in de hoeken kijken, jongens. Hij zegt, daar blijven ze uit de hoeken weg, want daar stinkt het heel erg. Ik weet niet hoe die daar eigenlijk bij komt, maar laten we even in de hoeken kijken. Hallo, jongens. Godverdamme. Hallo. Wat is er? Oh. Ruik jij dat ook? Ik heb het gevonden. Wat heeft u gevonden, meneer? Mijn verstand. Ik zit hier al zo... Mijn verstand was ik eventjes verloren dat ik hier nu zat. Maar ik snap niet waarom. Dit is een... Mensen komen hier om te herstellen en niet om... gevangen te zitten. Ik snap hem. Dank jullie wel. Dat hebben jullie mij aangeleerd. Laten we weer terugzoeken naar die andere gevangenen. Volgens mij zag ik hem bij de douches. Naar het poepen stonkie. We gaan hem pakken. Pak hem dan. Oké, jongens. Ik heb hem gevonden. Laten we de speciaal medicijn... Jemig, wat heb ik daar lang over gedaan, hè? Nou, ik heb je speciale medicijn hoor, kantine vrouw. Alsjeblieft. Hier. Ga je snoepen. Gerust naar de opslagkamer. Jij mag hier nu naar achter. Ah, dat mag ik naar de opslagkamer? Ja, je moet even op mijn, je moet hier even op letten. Ik ga weg. Wat ga je doen? Ik heb pauze. Volgens mij is de gevangenisvrouw een beetje drugsverslaafd of zo. Ik weet het niet. Laat ik even gelijk kijken wat ik hier allemaal kan vinden. Want ik ben nu blijkbaar hier de kantinevrouw. Even kijken wat ik allemaal kan vinden voor nuttigs hier. Elk kistje openen, elke barrel openen die ik kan openen. Hieronder zit ook nog iets. Oh nee, is het niks. Ik heb een vraag. Ja? U heeft gezegd, je bent uw kantinevrouw of zo, weet je wel. Ja. Maar u zei dat ze in douches waren, maar dat zijn ze niet. Ze zijn niet in douches. Het kan niet. Ja, maar daar zag ik ze heen gaan. Dat kan toch ook naar een andere plek zijn gegaan? Ik bedoel, ik zag ze richting de douches lopen. Weet ik veel, ik ga ze niet stonken, ik ga er niet achteraan. Mooi plafond, hè? Ja. Maar ik moet brood bakken, dankjewel. Oké, jongens, laten we even snel hierachter... Oh, wat is dit allemaal? Papier, kopwebs, oh nee. Oh, een boek.
tipcheck alle kisten. Oké, dat gaan we zeker doen. Tip, ja, die tip heb je al gegeven. Night Vision Potion, die nemen we mee. Ik weet niet waar we die voor nodig gaan hebben, maar voor de zekerheid nemen we die mee. Check alle kisten. Firmed Spider Eye Melk. Ik denk dat ik iets moet gaan brewen, jongens. Dat ik een potion moet gaan maken. Redstone Dust, oké. Blaze Power, ja. Ik weet 100% zeker dat ik nu iets moet gaan brewen. Gaan brouwen, jongens. Gaan een brouwerij starten. Nog een keer Blaze Powder. Dat kan ik gebruiken voor de... Ja, de fuel is dat. Oké, ik heb alle kisten volgens mij gecheckt. Maar zitten er achter nog secret chests verder? Nee, hè? Nee, joh, dat zullen ze niet doen. Waarom zou je dat in de kantine doen? Oké, waar is de brewing stand? Hallo? Hallo? Jongeman. Welkom bij de kantine. Oh ja, je hebt dorke man. Ben je, hallo? Ja, dat heb ik zeker door. Ik ben niet zo dom. Ik heb dat gouden knuffel teddy ding, wat het ook was, niet kunnen vinden daarachter. Ja? Ja, nee. Niet. Ja, dat maakt niet uit. Ik ben er al overheen. Oh, oké. Okay. Geen probleem. Nu dat je hier maar... staat, eten, heb je eten voor mij? Ja, joh, tuurlijk. Hier, ik heb hier een koekje voor je. Ja, dankjewel. Geen probleem. Ik moet nu mijn vis roken, dus... Ja. Dag. Doei. Hier, jongens. Oké, maar wat kan ik hier ook weer mee maken? Ik weet sowieso, die moet hier. Dan die. Oh, wacht. Hier kan ik nog een splash potion. Hier kan ik hem langer van maken, volgens mij. Maar wacht, voordat we de redstone in doen. Laten we de spider eye erbij doen. Ik weet niet wat dat dan doet. Wat doet een fermented spider eye met een night vision potion? We gaan hem gewoon gelijk gebruiken. Ik bedoel, ik kan vast geen kwaad. Ik denk dat dat de bedoeling is. Die bosbest zit daar lekker gewoon een guard te zijn. Oké, dan wordt dit blijkbaar een invisibility. Oh! Oh, en dan kom ik door het apparaat heen waarschijnlijk. En dan nu maken we er... Dat hij redstone maken volgens mij langer. Dan is hij niet voor 3 minuten, maar volgens mij voor 8 minuten of zo. En het melken zodat ik mezelf weer kan genezen. Ik snap hem helemaal. Ik snap hem weer. Wat een goede Minecrafter ben ik ook. Laten we alsnog even elke kist hier zo meteen checken. Als deze klaar is. Maar dan kunnen we denk ik daar doorheen. Door die ruimte daar. Door die metaaldetector. Moet ik oppassen dat hij niet afgaat. Dus dan ga ik alle blokken ga ik vast hier achterlaten zo. Even kijken hoor. Ik ga alles even checken. Even goed voordat ik ga. Dan denk ik dat ik klaar ben in de kantine. Maar is dat zo? Ben ik hier klaar? Ben je klaar hè? Ja, tuurlijk ben ik hier klaar. Oké. Nou, dan gaan we. Wat is trouwens dit? Cool. Oh ja, daar moest ik het blok droppen. Dat was het natuurlijk gewoon. Oké, dan gaan we jongens. We gaan drinken. Gevangenen. Oh. Moeten meekomen naar uw cel. Is goed. Volgt maar. Een metaaldetector. Oh jee. Oppelen. Ja. Hallo, ja, ik ga al. Wacht even, ik moet alleen even mijn laatste broodje pakken die ik achter heb gelaten. Oké, we gaan nu nemen. Okay, niemand die me doorheeft. Nooit was er nooit van. Iemand zijn leven komt hier zonder permissie door, jongens. Niemand komt. We zijn de beste bewakers van heel deze gevangenis. Shh. Nooit. Gaan we. Nee, niet nou. Oké, het zal. Ik ben er doorheen gekomen. Oh, hij is klaar. Oh mijn god. Waarom is hij zo snel klaar? Waarom is Jules zo snel klaar? Ik ben een muur. Ik sta hier niet. Waarom is Jules... Waarom was het al zo snel klaar? Waarom was hij zo snel uitgewerkt? Hè? Alleen toegang personeel. Ik ben personeel. Waarom is het ding? Die potion? Ik ben gescamd. Ik ben gescamd door... Oké, jongens. Nu in de vergaderzaal komen allemaal. Ze gaan vergaderen. Hier komen. Kom. Nee. Ga je allemaal vergaderen? Ze gaan vergaderen, ik ga hier gewoon weg. Ja, kom er al aan. Ja, hier komen. Waar ben ik? Wat is dit? Ik ben in een of andere... Wat is dit voor rare kamer dit? Het lijkt wel parcours, volgens mij moet ik sowieso parcouren hier. Alleen, ik vind het is een hele vreemde kamer. Oké, jongens. Kist, De situatie is ernstig. Er zijn 2 gevangenen ontsnapt. Geen idee waarheen. Hij heeft mijn eten gejat. Nee, dat ben je niet. Eten gejat? Hij heeft mijn night vision potion gejat. Oh. Wat doe dat dan? Gewoon middelen zijn niet toe te staan, hè, mevrouw? Dus ik dacht, er kan gewoon iemand anders eventjes op letten. Maar... Dat is niet volgens de regels van de gevangenis. Verboden middelen. Dit gaat niet meer door de beugel heen. We zijn haar straf aan het geven, volgens mij. In de hoek, nu. In de hoek? Oh, dat is wel een hele random straf. Okay, maar ik hoorde wel bliep toen ik daar stond, bij dat apparaat. Niemand kan hier toch langskomen. Het zit het letterlijk over een potion of invisibility. Het was night vision, ik heb hem veranderd, dat was het. Dat zal wel de wapens van ons zijn. In de meanwhile heb ik het parcours gehad. Oh mijn god, ze zijn hier. Oh mijn god, ze zijn onder me. Ik ga snel door. We moeten die gevangenen vinden, jongens. Het moet. Oh, wacht. Wat is dit? Dit is het doel van boekenkasten. Vink je weg, maar pas op voor de bordjes. Die zeggen niet altijd de waarheid. Oh nee, is het een doolhof van boekenkasten? Oh mijn god, ik ben wel vee, jongens. Ik ben wel echt bezig met mijn ontsnapping gewoon. En het is een doolhof. Wat heb ik een hekel aan doolhof? Wat een leuk boek is dit. Hoezo zijn hier mensen? Nee, toch? Oh, je kan wel door de ding heen kijken, door de muren. Wat voor boek wil jij lezen, collega? Zeg maar niet dat zij hier ook zijn. Ik neem wel Harry Potter.
Oh. Zijn zij hier ook? Nee, toch? Ze zijn wel. Ah, abort. Rennen. Dus blijkbaar zijn ze in hetzelfde. Sowieso, dat rijn. Nee, dat is een leugen. Kijk, sowieso hier. Zo staat er trouwens maar. Dus er werd al gezegd dat de bordjes mogelijk liegen. Toch niet? Oh, mijn god. Vreselijk dit, hè? Het is niet deze kant op. Oh, mijn god. Ze zijn in hetzelfde doolhof als ik. Collega, ik ben verdwaald. Oh, nee. Ik zit echt met hun in het doolhof. Kom op mijn geluid af. Oh, mijn god. Kom op mijn geluid af. Jongens. Ik hoor iemand. Ik ook. Ik ga weg. Ah! Ik ben hier niet. Oh nee. Slaan met de boeien. Rennen. Ik ben eng. Oh. Hey joh. Hey, ik ben de boekhouder hier. Let niet op mij. Oh, wat doet u dan? Ja, boeken. Oh, let maar niet op mij. Meneer, werkt u hier voor de bij de boeken? Nee, laat maar. Oh. Dag. Oké, jongens, we zijn eruit. Waar ben ik beland? Ik dacht dat het alleen de gevangenen. Dat is de kantinevrouw. Dat is de dit is de vergaderruimte. Oh, maar deze. Deze kant wel op, of ik denk dat ik hier niks te zoeken heb. Ik moet deze kant op, want daar staat de guard. Wat doe jij hier? Mijn brood zoeken. Ik neem mijn taak heel serieus als nieuwe werknemer van de winkel. Dag. Vergadering, jongens. Ik heb eindelijk allemaal naar de uitgang gevonden. Oh god, ze gaan weer vergaderen. Waarom zijn ze überhaupt de bibliotheek ingegaan met z'n allen? Het was heel stressvol om met z'n allen in de bibliotheek te zitten. Ik heb Harry Potter gekozen, jongens. Behalve de garage. Misschien moeten we daar nog even heen. Om te kijken. Ik heb mijn boek gevonden! Nee, niet de garage in. Hier is niks te zoeken. Nee. Daar zijn ze. Oh mijn god, ik ben net op tijd. Waar ben ik? Wat is dit voor doolhof helemaal? Is het elektrisch? Nee. Ga weg. Hoe? Ze zit echt vlak achter me. Oh mijn god, dit zit open. Dit is dicht. Ik heb hier iets voor nodig voor deze sleutel. Ik heb sowieso sleutel nodig voor het laatst. Waarom is daar het hoofd van Doofoot? Ik heb sowieso... Oh, dat scheelde niks. Hier is ook niks. Laten we maar weer gaan. Kom. Oké, jongens, als zij weg zijn, dan ga ik even in alle rust. Ga ik eventjes kijken wat ik hier moet doen. Ik ben zo snel overal ineens doorheen gegaan. Dit is een of andere elektriciteit. Oh, dit is trouwens gewoon de elektriciteitkamer. Dit heb ik allemaal uitgezet net. Dit is de power hier. Maar, kopperlever. Oh mijn god, is dit mijn ontsnapper? Ik hoorde iets. Snel, naar boven. Ik hoorde iets. Oh nee, waarom hoorde je dat? Het is een boek. Het is niks. Hier ben ik niet. Je bent te laat, bewaker. Je bent te laat. Wat doet u hier? Oh, ik dacht dat je zou blijven staan. Ik dacht dat het langer ging zijn. Je bent te laat, ik ga ontsnappen. Halt! Sukkel, ik weet niet waar. Oh, het is een helikopter! Ah, niet schieten! Nee, laat me met rust! Ik weet niet eens, ik ging de ladder gewoon in vol vertrouwen op. Dag, sukkels! Ik ontsnap uit jullie steekgevangenis. Je bent uw boek vergeten! Nee! Wat is dit? Elite pesten. Dit zijn al jullie hoofden. Wat leuk. Je bent ontsnapt en ik ben in een honingblok beland. Oh, dit is een kaasje. Natuurlijk, in een kaasje. Nee. Nou jongens, zoals jullie zien zijn we ontsnapt. Jullie hebben echt een lijpe... Ja, echt... Hoe lang hebben jullie erover gedaan? Volgens mij echt 3 uurtjes of zo. Dit is in 3 uurtjes in elkaar gezet, klopt dat? Wie spreekt meer, namens jullie? Ik denk 5 uurtjes, toch? Ja, 5 uurtjes? Zoiets. 5 uurtjes. Jongens, dit is allemaal in 5 uurtjes in elkaar gezet. Dus even jullie, ik dank jullie wel voor deze leuke ervaring. Jullie hebben goed gebasketbald met z'n tweeën. Behoorlijk slechte guard. Hele gezellige guard die gewoon lekker alleen maar aan het eten was. De slechtste guard die er was, gewoon 100 keer in de ogen aangekeken. Jij was volgens mij best wel een goede guard. Jij was de enige die serieus was en me daadwerkelijk niet door de poortjes liet. Ja, en jij had gewoon niks hoor. Ga naar een kliniek. Heb je nodig? Kan je gebruiken? Zo. Nee, jongens, dank jullie wel. Ik vond het leuk. En voor de kijkers thuis, laat jullie cijfer achter voor deze map van... Het is niet echt de map van de kijkers, het is de map van de kijkers. Want het is met z'n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plus. Doofoot daar, maar Doofoot kon er helaas niet bij zijn, maar die heeft geholpen daar. Vandaar het eerbetoon aan Doofoot op de berg. Jongens, willen jullie nog wat zeggen? Voor dit willen jullie nog even jullie emotie allemaal tonen voor het harde werk dat jullie gedaan hebben. Je bent een loser. Ja. Oei. Dat was het. Oké. Jongens, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Vergeet zeker niet even deze video te kijken. Want dit is een andere video waarin ze allemaal bunkers moesten bouwen. Hele leuke video. Grote aanrader. Gewoon doen. En dan nu spreek ik later een glaasje wel. 12-4 flesje bier. Jongens, jullie weten wel dat ik mijn auto doe. Schreeuwen. Kom maar, allemaal schreeuwen. Nee!